Hey mensen, welkom bij deze nieuwe video dat ik na. Vandaag gaan we een eerste unboxing doen. Een unboxing doen. En daarbij zijn we eindelijk waarschijnlijk af van mijn kraakmicrofoon. De GXT nog wat. Deze microfoon, als jullie vaak mijn video's kijken, hij kraakt erg. Ik moet hem niet te veel bewegen, want jullie moeten me wel genoeg normaal horen. Maar vandaag gaan we de nieuwe microfoon in de box even kijken. Kan ik mijn camera goed zetten? Zo. De Define M-Mic Pro USB. Ik heb goede reviews gehoord hierover. Ik ken iemand die deze heeft. Ik ken iemand online die deze heeft. Dat is ook eerder in de video's gekomen. Kijk. Zit mooi in een perfect koffertje. Ik heb hem al een keer opengemaakt, maar alleen even om te kijken. Daarom is het boekje. Daarom is het boekje er ook al uit. Ja, eigenlijk is dit best handig. Yo, mijn bureau hoger doen. Dan zit ik wel moeilijker met mijn microfoon te praten nu, maar het werkt best. Kijk, dit is de handleiding. Heb ik niks aan. Ik gebruik nooit een handleiding. Ik heb hem nog wel opengemaakt om te kijken wat ik al zei. Eerst even dit, daar hou ik er vanaf. Ik schuif hem weer naar beneden, want ik vind het maar irritant zo hoog zitten. Zo, zien jullie lekker alleen het koffertje. Ik ga nog geen microfoonarm doen, want dat vind ik gewoon letterlijk pure onzin. Hier zie je dan. Kabeltje. Heb ik niet echt, heb ik niks aan. Maar heb ik zeker wel wat aan. Leg ik even aan de kant. Dit leg ik even aan de kant. Hier moet hij straks aan vast worden gemaakt. Zou dit hetzelfde zijn als mijn microfoon? Want hier heb ik ook al zo'n ding waar ik het aan vast maak. Maar ja. Sorry. En dit is de shock mount. Ik neem die hele ding mee. Dit is het shock mount. Hierin maak ik de microfoon vast. Die moet er zo in. Zo, dit is zwaar. Ik heb gezegd dat ze mij niet mochten te storen, maar ik hoorde toch echt de deur. En dit is de microfoon. Wat een mooi ding even. Zodat er geen vingers op komen. Zo, leg ik het koffertje even zo dicht. Dan kan ik het koffertje gebruiken als tafeltje. Zo. Kijk, dit is de Define M-Mic. Eindelijk mijn nieuwe microfoon. Hij is bijna zo groot, groter dan dit ding, joh. Groter dan de hele setup. Maar hoe zet ik deze vast? Goeie vraag, Daniel. Ik denk dat ik deze gewoon zo in moet laten schuiven. Zo, voorzichtig. Zo, ik heb hem erin verschoven en dan vastdraaien. Deze kant zit vast. Nu deze kant. Oké, nu draai ik hem maar uit. Hierin draaien. Is die mooi recht? Ja, hij zit. Hij zit niet mooi recht. Nog. Niet van nog, hè. Komt wel mooi recht te staan. Zwaar is deze. Maar hoe zwaarder, hoe beter. Ik weet niet welke kant ik op moet draaien. Deze kant. Zo. Ik hoop dat deze video goed gaat, want een boxer kan natuurlijk niet opnieuw. Ik weet überhaupt of ik hem goed terecht heb ingedraaid. Zo, goed strak. Want ik wil natuurlijk niet dat hij eruit valt. Of ik hem überhaupt laat vallen. Zit strak vast, maar zit alsnog los. Kijk, het hoort volgens mij niet. Het is heel koud op mijn kamer. Het heeft de verwarming moeten aanzetten, even helemaal vergeten. Oh, het doet pijn. Het aandraaien. Zit hij nog steeds niet goed vast?
Dit is het beste. Er zit ook vering in de shockmount, dat is goed. Heel mijn heen en weer zo. Zo. Strakker krijg ik hem echt niet. Hij zit wel nog een beetje los. Zo, maar dan is het maar zo. Vraag ik later wel even om hulp aan degene die deze microfoon ook heeft. Moet ik dit zo? Zet ik even zo neer. Hij komt zo te staan. Zo. Dan draai ik deze weer vast. Kijk, dat is dit dingetje. Dan draai ik hier deze. Snelle unboxing video. Eigenlijk moet eigenlijk ook de... Ja, het is natuurlijk USB aangesloten. Want XLR, dat is niks voor mij. Dan moet ik een hele aansluiting kopen. Dan draai ik wel de goede... Nee, ik draai niet de goede kant op. Zo, nu draai ik de goede kant op. Heb ik zo vaak, hè, dat ik niet de goede kant op draai. We gaan vandaag... Ik weet niet of het vandaag lukt, een soundtest. Zo. Oh, kleine pootjes. Oh, kleinere pootjes. Oh, hij zat veel hoger. Kijk. Zo, oh, oh, die verlaagt nog wel wat. Mooi ding hoor. Op het eerste indruk. Romig. Moet ook niet zo strak zitten dat hij kapot gaat natuurlijk. Oh nee, joh. Ah, mijn vingers. Sorry, mijn vingers doen pijn van het vastzetten. Maar kijk, hier zit zo'n sounding op, maar hier zit helemaal niks op. Het is gewoon de microfoon zelf meteen. Ik zet even het koffertje mooi aan de kant. Zo, nu is het koffer meteen een stuk lichter. En mijn microfoon ligt hier meteen aan de rechterkant, mijn GXT-aansluiting van mijn GXT-microfoon tenminste. Helemaal vingers zo'n pijn, joh. Van het... Oh nee, ik krijg dit sowieso niet los. Ik zie het nu al. Ik was even bang dat ik hem niet los kreeg. Ik wil eigenlijk pas de onthulling... Ik weet zelf ook nog niet even hoe die klinkt, de microfoon. Hè? Dus jullie zijn de eerste die het horen. Ja, ik heb hem natuurlijk zelf wel gehoord op YouTube-video's, maar dat is het dan ook echt. Ik moest hem veel strakker draaien, joh. Oh, jezus. Hij kan draaien wanneer je wilt. Ik kan hem de hele tijd maar omdraaien. Oké, zo. Moet ik wel de microfoon goed instellen... Oh, hij kan natuurlijk ook niet bewegen. Dus ik moet dit doen. Welke moet boven? Dus met het vormpje naar boven. Dus zo. Zo, hij zit erin. Deze sluit ik dan meteen hier aan. Dus jullie horen me niet. Dus ik ben zo meteen terug. Ik ben er wel nog. Dus ik kan praten wat ik wil. Maar jullie gaan niks horen. Ik ben zo terug. En hier ben ik weer. Dit is het nieuwe geluid van mijn nieuwe microfoon. Ik weet niet zeker of het helemaal gelukt is. Ik hoop het. En anders, ik zie deze video wel terug. En anders knip ik het er gewoon uit. Nou ja, dit was dus de unboxing
van de Define M-mic. Ik laat wel nog even het laatste zien. Dit, moet ik hem uitpluggen, ga ik niet doen. Zwaar. Dit is de Define M-mic. Zit mooi in het shock mount. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik heb gehoord dat het een shock mount is. Beweging is goed, kan zo heen en weer. Terwijl het pootje stil staan. Jullie zien het toch een beetje bewegen. Moeilijk om te zien, want alles wat ik aan heb is zwart. Wacht, één moment. Duurt even één seconde. Ik wou zeggen, nu zien jullie het beter. Eerste foutje al. Maar ik had mijn editor weer gevraagd of hij dingen aan elkaar wou plakken. Maar het kon gewoon in één keer, joh. Geen fouten. Alleen dat mijn microfoon even niet aan stond. Maar er zit een mooi shock mount. Ik weet niet of ik dit allemaal had verteld, joh. Maar ik ben er blij mee. Volgende video wordt de toetsenbord. Hoe heet die? Moet ik weer even gaan opstaan, hè? Kijk, ik ben een erge fan geworden van SteelSeries. Ik ben een erge fan geworden van SteelSeries toen ik deze headset had aangekocht. Dit is de SteelSeries Arctic 7, hoe ik dat ook zeg. En nu heb ik de toetsenbord liggen, dat er woord komt in de volgende video. De SteelSeries Apex 5. Met een mooi schermpje erop, eindelijk. Jullie horen dit wel. Misschien horen jullie dit minder met mijn microfoon. Omdat het vele verbeteringen is. In de nieuwe video kan het zijn dat er nog betere verbetering aan mijn microfoon is. Omdat ik nog alles een beetje met schuifjes ga instellen via een... programma op mijn PC. Nou, bedankt voor het kijken alvast. Ik stop een linkje in de beschrijving van deze microfoon. Like en abonneer. En tot de volgende keer. Later.